Yo, jongens van mijn kanaal, ik ben Acid en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Holy shit, het is weer lang geleden, de examens zijn bijna gedaan. Maar vandaag is een hele speciale dag, want vandaag spelen wij Dirty Bomb featuring... Alex? Hallo. Dirty Bomb is een first person shooter die free to play is op Steam. En ik dacht van, hey Alex! Ja? We gaan samen Dirty Bomb spelen! Oké. Okay. En nu zijn we hier eigenlijk aan het spelen en het is een heel leuk spel. En het is free to play en het is in open beta, dus... Het is gewoon een goed spel om te spelen op dagen dat je niet moet leren voor de examen. Maar ik weet niet wat ik op mijn hoofd heb. Ik voel me Russisch en ik voel me, ik voel me wel de Rus. Ik vond dat dat paste bij deze video dat ik een beetje Russisch was. Maar dus ik ga proberen het een beetje bij deze game te houden. Daar is een randompje op de trap. Oké, die is dood, laat maar. Oké, dus Dirty Bomb is zoals ik al zei een fast-paced first-person shooter. Er is veel actie. Holy shit, holy shit. De spawns kloppen, dat is nog niet zo goed in dit spel. Ah, daar is een rode. Ah, oh, daar ook. Fuck. Oh ja, Alex, hello man. Ja, daar zit er een, achter een muurtje. Achter een muurtje. Oh, ja, ik heb hem. Oh, nog één. Amo is... Die heeft een minigun. Ja, die heeft niet in aankomen. Ik ga een shotgun pakken in deze map. Ik denk wel dat dat handig is, want... Hey, ik heb een sniper. Ja, let's go. Ik heb een mandje. Jij hebt een mandje? Ja. Alex heeft een mandje. Hey, Alex, hello man. Don't shoot at me, please. Hey, je bent een negerijne vrouw. Lekker. Oké, ik ga hier proberen een beetje te quickscopen. Waarschijnlijk lukt het niet, maar we kunnen het maar proberen. Kijk, bij dit spel zouden high jumps nog wel toepasselijk zijn, snap je? Ja, maar dit spel is, ik vind het wel cool. Het lijkt een beetje op... holy shit, er is hier iemand. Ja, ik kan het niet. Ik vind dat dit spel best wel lijkt op... hoe noem het? Ik heb... wacht hoor, even denken. Ik vind dat dit spel best wel lijkt op Team Fortress 2. Ja, maar weet je... Fucking fuck. Ja, fucking hell. Oké, maar dus ik vind het wel een leuke first person shooter. Ik vind het leuker dan Advanced Cutfare, want Advanced Fair is Warfare en ik, dit... Kut, ik speel nog liever Ghost. Dan dit spel? Nee, dan Advanced Warfare. Advanced Warfare is een kutspel. Maar ik ga het wel nog spelen op mijn kanaal, want ik heb er geld voor betaald en geld is tijd. Waarom heeft elke kut dikzak zo'n minigun? Omdat dat is de dikzakles. Dan heb je een minigun. Dat is te overpowered. Ja, maar je kan dat ook nemen. Maar dat wil ik. Als je zo dik bent, dan kan je bijna niet bewegen. Ja. Mijn moeder heeft ervaring. Ja, ik heb een dikke gekild. In het spel heb je altijd 3 classes. En je kan altijd kiezen uit die classes. En ik heb nu een sniper en een sniper en een submachine gunner en een assault rifle. Misschien als ik game classes aan doe, gaat het beter. Nee, niet op. Ik heb gewoon een Ray-Ban aan. Ray-Ban. Holy shit, er is hier iemand naast mij spawn. What the fuck, ik heb hem gekild. Het spel is echt druk. Wow, yo. Dit spel is altijd druk. Zelfs de drukke lijst niet zo lindig. Oh my god. Ik wacht altijd op stukjes normaal in een game. Waar het een beetje heftig wordt om dan te praten. Dit spel zijn er geen stukjes waar het niet rustig is. Dus ik heb eigenlijk constant actieve shit. Daar is er weer iemand. Het is zo dikke. Aan de mannen, ik heb weer het objective genomen of zo. Maar waarschijnlijk ga ik toch weer dood. Want ik loop nu met de objective. Want als ik er kan geraken. Holy shit, jongens. Jongens, als ik daar kan geraken, dan ben ik de man. Kom op. Ja. Ja, kom op, please. Ja, het is gelukt. Hoi. Mannen. Zijn daar hier mannen op? Holy shit, we zijn gewonnen. Alex, wie deed het? Waarom doen we nog een potje? Let's go. Join mijn team. Oh, zit het niet bij jou? We zijn terug met een potje. Dirty Bob. Het is geen Age 1 Z1. Jongens, let's do this. Vandaag moet ik een keer even tegen de Acid spelen, want... Alex zit niet in mijn team, of wat? Nee, wat... Ja? Waarom? Melk? Melk? Nesje. Een wit magnum voor mij mee. Witte magnum? Oké, thanks. Wat waren even mijn zus? Ik help even deze man op. Ik heb bijna 2 killstreak. Ja, ik speel tegen Alex. Ook was het al vergeten, hoor, joh. Dus mannen van Razer. Of Alternate. Als jullie dit kijken, doneer mijn nieuwe muis. Ik woon op Konstraatstraat 27. En Alex, met welke reden moeten ze jou dan doneren? Ja, ik wil niet doodgaan. Ik wil niet sterven. Ah, fuck, nee! Ik had u gezien. Ik had u fucking kont gezien. Oh, heb je mijn ass gezien? Ja. Ah, maar mijn balsek zit echt zo slecht. Zit je balsek slecht? Oh, ik heb daar ook soms last van, dude. Kijk, maar ik weet niet... Oh, hier is er iemand. Ben ik zo aan het dood? En dan zei ik zo tegen een random persoon van, ja, mijn balsek... Hier is er ook iemand, let's go. Ben nog wel pro in dit spel eigenlijk. Oké, maar ik ga de ijsje halen. Alex is even een ijsje gaan halen, want Alex woont zin in een ijsje. Hey, hier is er iemand. Alex staat hier.
Oh, Alex staat hier. Jongens, we hebben Alex gevonden. Wat doen we? We schieten een S-kontje. Ah, nee! Iemand heeft Alex gekillt. Teabag, teabag, teabag. Teabag, teabag. We zijn gewonnen. Fuck. Dat betekent dat Alex verloren is. Fuck. Ik heb Alex nog gekillt en geteabagd. En is een kontje geschoten op het einde van deze video. Maar ik heb Alex. Een Alex, je hebt wel een ijsje. Bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij Dirty Bomb nu leuk? Dan zeker even een duimpje omhoog. Als je ook Dirty Bomb wilt spelen, je kan het downloaden op Steam. Het is free to play. Ik ben Acid en ik zou zeggen, jongens, ja, nee, niet zo afsluiten. Hoe dan? Ja, die moet op mijn subben. Sub op Olex. En ik ben Acid en ik zou zeggen, jongens, begin niet als sigaren. Let's go.